Het UMC Utrecht maakt steeds meer gebruik van computers in de dagelijkse praktijk van zorg, onderzoek en onderwijs. Het grotere gebruik heeft tot gevolg dat er ook steeds meer servers gebruikt worden en steeds meer data opgeslagen worden in het rekencentrum. Het oude rekencentrum werd daardoor te klein, zowel in ruimte, vierkante meters, als ook in stroom en koeling. Bij de ontwikkeling van het nieuwe rekencentrum hebben we daarom de kans gekregen om hedendaagse technieken toe te passen. Het nieuwe rekencentrum is een van de meest energiezuinige centra ter wereld. We zien dit met name terug in de manier van koeling. Werd voorheen ongeveer evenveel stroom gebruikt voor de koeling als voor het totaal van de servers en opslagsystemen. Nu zien we dat de koeling maar 10% gebruikt van de totale stroom voor de IT-componenten. Dit komt met name door de scheiding van koude en warme luchtstromen en door het koelen met buitenlucht. Het UMC Utrecht heeft twee aansluitingen op het openbare net. Eén vanuit de Bilt en één vanuit de Uithof. Aan de andere kant zien we dat de servers ook twee voedingen hebben. De stroomvoorziening is nu zo uitgevoerd over de hele linie dat er twee routes zijn van beginpunt tot eindpunt. Dus als er één in onderhoud is of er is een storing, kan de stroom via de andere route geleverd worden. Dit is maximale redundantie en daarmee een waarborg voor continuïteit. Qua ergonomie is het zo dat de beheerders altijd in het koude gedeelte van ongeveer 25 graden Celsius werken. De warme lucht, die kan oplopen tot ongeveer 40 graden, wordt gekanaliseerd en direct afgevoerd naar de buitenlucht. Ook het uitbreiden van de stroomgroepen gaat gemakkelijk. In een rekencentrum zijn per rek 220 volt of 380 volt en één of meer stroomgroepen nodig. Er zijn schakelkasten die dat kunnen leveren en die schakelkasten kunnen ook al gelang naar de behoefte worden aangeprikt zonder dat er een onderbreking in de stroom hoeft te zijn. Daarnaast heeft ieder rek een rook- of brandmelder. Deze kan een blusgassysteem activeren waarvan het gas niet schadelijk is voor mens of voor machine. De ruimte is in principe genoeg om te groeien in de komende 15 jaar. Van de stromende koelvoorzieningen weten we niet hoe snel dit zal groeien en hebben aangelegd voor de komende paar jaar en kunnen we uitbreiden wanneer het nodig is. We maken dus ook pas de investeringen wanneer ze echt nodig zijn. Het pay-as-you-grow model. Hiermee zijn wij voorbereid op de toekomst van het UMC Utrecht.